Ja, ja, ja. Dit is Big Benny Bar, net voor de feestdag, de Big Benny Bar. Olivier, welkom. Ja, welkom, Benny, die ook op deze mooie plek, zou ik zeggen. Ja, dat is een mooie, ook welkom. Want ik heb Olivier Wimmerson, ik zeg het misschien verkeerd, PR-manager van deze fantastische broer hier in Wielren. Ja, PR- en communicatiemanager. En ik dan even verantwoordelijk voor hele marketingcampagnes die we in Limburg doen. Dus ook de Vastenavondscampagne die we onder andere hier ook van start laten gaan. Ja. Twee dingen hebben we voor je nodig in deze fantastische bar. Eén is vastgeloven maken we samen. Ja. Geert zit degene die initiatief nemen voor het opsturen van de filmpjes. Voor de beoordeling, voor de jurering. Geert stelt ook de prijzen ter beschikking. Met als doel om Limburg te zien dat vastgeloven overal gevierd werd. Door hem ook in deze programma's mensen van de instellingen, jeugd, kleermakers, alles zit erin. We weten als Limburgse brouwer uiteraard wie het bier gemaakt wordt en wie het feestje gevierd wordt. Alleen verweten ook als Limburgse brouwer dat de ganse vastgenoven niet alleen die drie dogs zien die op het einde gevierd worden. Maar vanaf de 11e van de 11e tot en met 8 of 10 februari is er zoveel aan de hand. Het geeft zich voor het maken van de pekstjes, het geeft het bouwen van de wagens. Ja. Benny de Wit zelf, alles. Hieren zittingen, dames zittingen, boerenbroeders of elke gemeente in zijn eigen tradities. Ja. En juist die tradities willen we extra belichten, zodat we mensen in Venlo kunnen zien wat zich afspeelt in Maastricht en in Maastricht wat zich afspeelt in Venlo en al die andere plekken onderling. Ja. En dat onder de noemer vastgenoven maken voor samen en uiteindelijk vieren we nog samen. Zeker weten. Ja. En het tweede item, daar ben ik nog veel benieuwd naar, als een vervent beerdrinker. Ik bedoel, iedereen in de vastgeloven Limburggroep dat de broerieën met de vastgeloven het beer aanlengen met water. Ik moet zeggen, ik heb dat ook wel eens gedacht, want die begint vriendjes te drinken. Toen deed ze denk ja, er gebeurt niks. Ja, nou, het fabeltje van carnavalsbier, dat is uiteraard een mythe. Geen enkele waarheid in deze. En jaren geleden zien we als Limburgse, of als brandbierbrouwerij, begonnen met de mythe te ontkrachtigen. Ja. Want ja. Het bier wordt gewoon gebrouwen zoals het ganse jaar gebrouwen wordt. Ja. Echter, ja goed, door het ganse feesten, de Polonaise lopen, verbrandt ze veel meer, dus kunnen ze ook af en toe een glaasje meer hebben. Yes. En, maar je hebt er goed op ingespeeld. Ja, uiteraard. Beersteken is wel serieus geboren. Dus de brouwer nudigt de carnavalsvereniging uit. En dat doen we dit jaar op 24 januari hier zo op de Limburgse bierbrouwerij aan de andere kant. En we verwachten dan 1200 gasten. 45 verenigingen ongeveer. 1200 gasten. 1200 gasten. Ik voorheen was het zo dat we ter plekke gingen. En dan ging de brouwmeester ter plekke tegen de vorst of tegen de prins zeggen van jongens, dit bier is gewoon van de ware kwaliteit. Echter, toen dachten we, laten we gewoon al die mensen hier uitnodigen. Zodat we het ganse vooral hier kunnen vertellen en een mooi feestje erom bouwen. Want het is gewoon een traditie waar uiteindelijk niet meer weg te denken is uit de Limburgse carnavalsagenda. Ja, dus eigenlijk door de 4 januari, door een aantal dingen gelot zien, dat je echt een beersteek, dat het echt gewoon hetzelfde beer is wat ze heel jaar doordrinken. Ja. Je brengt de verenigingen, 1200 man, 44 verenigingen bij elkaar. Je legt een fantastisch showprogramma neer. Ik bedoel, je hebt er af en toe zelf mee mogen werken. Eigenlijk maak je er ook vast te lopen op dat moment. Ja, samen, met z'n allen. Ja. En ik wil wel even toelichten, het beersteken, dat komt vanuit de oude traditie dat er gestoken wordt in de ketel van het bier. Zodat de brouwer kan zien dat er goed stram wordt gehaald van het bier heet. En dat doen we hier op de bühne. Is uiteraard een hele mooie show omheen. En elke vorst mocht dan langskomen bij de brouwer om het bier te proeven. En samen te toosten op een goede vastenavond. Dankjewel. Olivier, bedankt voor de fantastische weer. En nogmaals hartstikke bedankt dat ik dit jaar met de Big Benny Bar hier in Wielren aanwezig mocht zijn. Vastelovend, maken we samen. Organiseer generen dat ding. Maak er de kleier van pap. Maak allemaal niet zoet. Speel je de kloon. Loop gemiddeld naar optocht. Zit je ergens met vastelovend niet betrokken. Stuur je filmpje op. Alle amateurfilmpjes zijn welkom. Stuur het filmpje op naar onderstaand adres en beeld. Maak je prijs van 400 euro. Dat beschik je zelf op de brandenhoering. Dus zeker doen. Alle filmpjes opsturen. Want vastelovend maak je weer samen. De brievenbus is volle. Echt honderden filmpjes hebben we binnen. Prachtige filmpjes van vastgelovend maken we samen. Je hebt het begrepen, blijf doorsturen. Maar hier was een kleine selectie. Oh. 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 Oh.
schaduw van carnaval. Lol en plezier, aan de bruggen tot de nacht. Goed genegen, zuster om hier uw verhaal. Ja, 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 beersterk. Ik weet niet wat ik allemaal betoverd heb, maar nu heb ik spik en span, heren, 2011, winnaar van het Midden-Limburgse Liedjesfestival. Ja, geweldige ervaring. Ziek. Ja. Ook niet verwacht, we zijn er gewoon hergegaan. Goh, laten we eens meedoen. Dan moest aan meedoen als ze in hun eigen dorp gewonnen hebben. Dan mogen ze meedoen aan het Midden-Limburgse Liedjesfestival. Ja, dan gingen door zonder verwachting her. En ja, komen we er ook nog in Maasneel op de bühne te staan. Ik vroeg gewoon als collega's om elkaar, een heel rare vraag. Het LVK is veel om te doen. Heel veel om te doen. Wie komt ze in het LVK? Zullen er misschien een optie zijn om een Noord-Limburgs Liedjesfestival, een Midden-Limburgs Liedjesfestival? Want hier doet het eigenlijk hetzelfde in het kleintje. Zeg, de dorpen winnen en komen bijeen en spelen door de finale. Ja, maar dat flauwekul wat ze overal huis en de kaal wat gemaakt wordt, dat hou ik graag niet dat gevuld toen we in die artiestencafé stonden. Dus dat haat dat niet waarover gekald wordt, dat vulde ik graag niet zo. Dus ik denk dat het gewoon we zijn één Limburg en dat moet zo ook blijven. Fantastisch. Jij komt vandaag een liedje brengen, de Uppingsdans. Inderdaad. De Uppingsdans. Nou, ik ben benieuwd. Spik en span, dames en heren, met de Uppingsdans. Het is al een jaar geleden, wie weer hier op het Prinsenbal. Voor het eerst dit danske deden, ik vulde vlinders overal. En nu vandaag het is vastelovend, stoon ik met dich in Prinsenpracht. En gaan we dansen op het leedje, dat ons hier samen heeft gebracht. Dat ik dich vragen mag, mich deze dans te geven en de hemel te beleven, betegen mijn arm. En als ik dan zweef, met mijn hart te neef, hongersterren die scholen, in de honderd wel holen, betegen mijn arm. En hoor dat Klingo's melodieke, de ganse roodsteed om ons her. Zwaai nog eens vriend die stond te kieken, naar die kruinken om en ver. De pap is groeit die mam in tronen, en onze vorst dikkig en lach. En ze schonkelen op het leedje, dat ons hier samen heeft gebracht. Dat ik dich vragen mag, mich deze dans te geven, aan de hemel te beleven, met tegen mijn arm. En als ik dan zweef, met mijn hart te deef, hongersterren die strollen, kunnen honderd wel holen, met tegen mijn arm. In die nerf. In die nerf. Weer dansen door deze vaste lovensnacht. Dans met mij. Chans met mij. Op het liedje dat ons hier samen heeft gebracht. Eerder een dag. Dat ik dich vragen mag, mich deze dans te geven, aan de hemel te beleven, met tegen mijn arm. En als ik dan zweef, met mijn hart te beef, honderd sterren die strollen, in honderd wel holen, met tegen mijn arm. En als ik dan zweef, met mijn hart te dicht, honderd sterren die strollen, ik heb honderd wel holen, met tegen mijn arm.
Ja, de spik en span met de Upping Zand, een fantastisch nummer. En inmiddels weer een fantastisch gezelschap, Mich en de Tovel. Heel veel bekende gezichten, zinnig jubileum. 3 keer 11 jaar, de? We bestaan in 2014, 11 keer 11 jaar. We zijn de Wagenboersche buurt Stevig, een heel oude buurt in Zittert. We boeren eigenlijk al sinds 1893 wagens en optig van Zittert. Ja, hoor ik dat goed? Wie lang bestaat je? We bestaan 11 keer 11 jaar. 11 keer 11 jaar. In 2014. We hebben deze week een stichting opgericht. En die moet over 2 jaar een geweldig feest in Zittert neer gaan zetten. Ter ere van de wagen van de buurt. Maar de Prinsengarde? Dat ben ik. De Prinsengarde, dat zijn die... Met die veren, even mee. Oké, maar wat uit de Prinsengarde? Wat is Helmig? We zijn komend jaar, 2013, 3 keer 11-jarig jubileum. Juist. En we zijn de begeleiders van de Stadsprins van de Marotte. En de begeleider waar ik van de Oetreupeling eigenlijk weer geplukt werd. Ja. Maar zit het fout als je dan zegt Prinsengarde gaat treffen? Nee, dat zit ze gans goed. We hebben als hoogtepunt van ons jubileum... Het garde treffen op 27 januari. Er is eigenlijk aangesloten zijn verbied VEG, de Federatie Originale Gardes. Er komen 27 januari komen 700 tot 800 gardisten uit Duitsland, België en Limburg naar Zittert in de Stadsportal. En het werd een superdag met een optocht en veel optreden. En ook een gasoptreden uit Duitsland, uit Ukenraad. Dus dat werd een geweldige dag. Ja. En ik kijk even naar links, toch even. Luc, 15 jaar best ik. 17 jaar, maar dus, je hebt zo'n jubileum. Ja, dit wordt nu mijn 13e jaar bij de garde. Dus 13e jaar, dus je bent vanaf 4 jaar. 2 jaar, ja. Ongelooflijk. Wie jong mocht ze erbij? Met ze geboren werd, en een avond streng doorgeknipt, mocht ze bij de garde. Dus... Je hebt even gewacht, Luc. Maar even als 17-jarige. Misschien raarsek, frietof, discotheek. Ja, dat ook, maar ook bij de garde. Dat kisten van hoe zit met en dat blijft erin zitten. En, de garde, dat zijn mijn vrienden. En ja, al zijn ze gaat ouder, maar ik heb altijd spas met ze en het is altijd even leuk. Dus dan blijft ze er ook bij zitten. Ja. Prinsengarde, 3 keer 11 jaar. 11 keer 11 jaar? 11 keer 11 jaar, ja. We zijn heel groot, Smit. Ik ben over 2 jaar of 24 jaar voorzitter van de buurt. En om dan verre zin vanuit begin jaren 90 wel ganzen vanuit moeten beginnen in de buurt. De oude garde mooi zelfs voor overdragen. Er waren van vreugd 20ers. En midden is de groep helemaal groter geworden. We zijn met 70 man. Boeien met een aantal buurten. En zitten hele grote wagens. Dus zit er onbekend in op de gal. Met bewegingen en mechanieken. En we hebben ons voor het komend jaar natuurlijk ook gaat geweldig laten invallen. We zijn inmiddels ook nog maar een paar weken bezig, want anders is het een halve dat natuurlijk aan heet. Voor boeren toch minstens 11 weken aan zijn wagen. Van als je daar 2,5 kilometer beton is erin. Het zijn enorme boewerken, maar we doen dat heel geer. We zijn met 70 man. En dan dreig je er eens een bij. En dan kan ze ook zich op de straat brengen. En ik ben hartstikke groot op dat ik van zo'n club Hurmelen mag zijn. Want ik ben dus zo heel lang erbij, maar ik moet dat afvragen. We kennen dat, hoe ik van Remun kennen we dat niet, wagenboers. En wie geeft het dan? In de wagen werd er geboeid in de hal. In de wagen werd geboeid in de hal. Vroeger, de pap van mij, dat is een jaar of 15 en 60 ook voorzitter geweest van de buurt. Die boeide in de buurt zelf, onder een boerenpoort, in Kouwen-Eerlijn. Ja? Wie me dat zei. In de jaren 70 zijn die buurten allemaal onder een Optegal-stichting zijn die wagens gaan boeien. Inmiddels is die allemaal verplaatst. Een heel moderne hal, die helemaal goed hier is... Dus, zodat voor de ogen dit soort grote projecten kunnen boeien. Maar is er echt een hal alleen voor de wagens? Dat is een hal waar alleen vastlovenswagens werden geboeid. Nee, ieder buurt heeft zijn eigen plaats. Zijn eigen krachtstroomaansluiting, zijn eigen leeg. Alles nog een hand. Even help me even, zo'n wagenboer, wanneer begin je ermee? We beginnen de eerste week van september. Dan komen we bijeen. Dan kijken we of we een goed idee, een goed motto kunnen vinden voor de wagen. Dan gaan we ook hetzelfde niet hevig voordat dat motto er ligt. En dan hebben we in september en oktober tijd om na te gaan denken over de kostuums. Want we moeten nog 70 kostuums neer. Er moeten schminkontwerpen werken gemaakt. We moeten constructies bedenken. Mechanieken, het moet allemaal goed getekend worden. Er moet ook heel veel materiaal en kokerprofielen. Er zijn voor duizenden euro's ijzer in zijn wagen zitten. En dat moet allemaal half november een beetje gebeurd zijn. Zodat we op dat moment ook de agepraten kunnen uithalen en echt kunnen beginnen. En dan is het 11 weken en één stuk doorstomen. Best het zaterdag van tevoren. En dan het laatste likske verf. En de zondes in een optocht.
prachtig. Is het schoonste wat het is? Is het schoonste die van jou? Maar het schoonste is dat je met in de bar aanwezig zit. Want onder het motto vastelovend maken we samen. Ja, je maakt bijna letterlijk de vastelovende. Ja. Natuurlijk, nu ook met de prinsen gehad. Maar je maakt echte wagens nog. We hebben nog geen uniform. Dat is wat we eigenlijk aan hebben. Dat is een overal. En dat is gewoon zwart, dus dat kon zich niet aandoen vandaag. En, maar dat tepeert het wel een echte wagenboer. Nou. Een beetje op de achtergrond, maar wel vastloven zondig daar staan. Dankjewel. Hartstikke bedankt dat je aanwezig wilt zijn. Het is een fantastische bar met een fantastische gezelschap. En als je zo doorgeeft, biedt de vastloven de zittacht. Zeker blijven bestaan. Dus dankjewel. Dankjewel, Jan. Dankjewel. Ja, dames en heren. En dan weer gaat vastelovend maken we samen. De wagenboers. 11 keer 11 jaar, 3 keer 11 jaar de Prinsengade van Zittard. Allemaal gasten in de Big Benny Bar. Dus denk eraan, stuur de filmpjes op. Vastelovend maken we samen voor allerlei evenementen. Opsturen. En zeker de volgende keer weer de bier zijn bij dit fantastische Big Benny Bar. Yeah.